Yo en hallo kijkers van Troy Gamers. Zoals jullie het misschien al wel zien aan de texture pack en aan de titel, Tekkit gaat weer beginnen. Maar ja, we hadden dus al de eerste video geüpload en ik had er nog 6 andere gemaakt. Maar die 6 andere staan op mijn oude computer en mijn oude computer heb ik niet meer en bla bla bla. Dus we beginnen weer helemaal opnieuw. Yay! Wat vind jij ervan? Nou... Leuk! Leuk! Ja, nu kunnen we gewoon een heel nieuw begin maken. Sorry dat het even heb geduurd voordat dit begon, maar... ja. Nu gaat het dus echt gewoon weer vol gas beginnen. Vol gas, nieuwe video's. Soms alleen, soms met besties samen, denk ik. I don't know. Even kijken hoe het allemaal gaat en dan komt het helemaal goed. Oké, we zijn dus gespand. Wes, ik heb er net stiekem al een beetje zitten rondkijken. Sorry, maar ik kon het niet nadenken. Ik ook. En ik heb olie gevonden. Olie? Ja. Zo, ik weet niet of we hier al een dinges moeten neerzetten, maar we hebben hier dus wel al olie. We kunnen een waypoint neerzetten. Wacht, is dat goede olie? Ja, dat is de goede olie. Kijk hier. Oh ja, even kijken. Kip. Ik had je. Kip. Oké, ik zal even uitleggen voor de mensen die niet weten wat Tekkit is. Tekkit is een mod in Minecraft, denk ik. Ja, een hele uitgebreide mod in Minecraft. Heel groot, heel leuk. En wat je hier dus hebt is... Je hebt veel meer spullen. Ik kan het hier laten zien. Dit zijn recepten. Kijk, je kan laten zien hoe ik dat moet maken, zeg maar. En dit is echt onwijs groot. Je hebt echt onwijs veel spullen van. Zet even een waypoint. Praat gewoon, bitch. Ja, maar je moet even een waypoint zetten. Ah, mijn voet die bloedt. Ah, shit. Dat doet pijn. En nog een kip. Waarom zet jij geen waypoint dan? Ja, maar dat moet jij ook doen. Ah, nee, dat doe jij maar. Vooral ben ik niet online. Oh. Maar ik weet toch niet wat ik ermee moet, joh. Jij weet alleen hoe we dat olie eruit kunnen halen. Nee. Jordi, kom eens. Ah? Ja, kom eens. Kom eens. Ik kom eens lekker zwemmen. Een octopus. Ja, dit is een vulkaan. Toch? Ja. Dat is fucking nice. Het is een vulkaan. Vulkaan. En een groene octopus. Octopus. Kip, ik heb 3 eieren. Kip. Nice. Ik heb 2 kip. Nog meer kip, 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 kip. Wes, wat moeten we als eerste doen? Een huisje bouwen? Doen we eerst de omgeving checken? Wat? Doen we eerst omgeving checken. Oké, en straks als het avond wordt, moet het toch echt kunnen overnachten? Ja, we moeten even een beetje een vlak stuk zoeken. We hebben nu wel food, althans, ik heb nu wel food. Ja, ik heb 3 eieren. Ja, ik heb 4 kip. Marble! Nice. Zet hier ook een ja, je hebt al een waypoint bij de olie. Dan weten we echt wel dit te vinden. Dan hebben we dit ook. Nice. Waar ben je? Marble. Ik zie je nog. Ik ben bij de vulkaan. Ik ben daar overheen. Ah, ik zie jou. Ik zie jou. En dat is wel een mooi vlak stuk daar volgens mij in de verte. Hier, ja. Zoek jij anders even verder. Ik vind je toch wel. Ik regel even wat eten. Aangezien ik best wel veel ren. Ik ga mijn eten snel op. Ah, ik heb koper gevonden en marble en een skeleton. Gaat dood, kutvarken. Gaat dood. Kutvarken. Zo. Kreeg je alleen maar XP voor? Moet ik ook lekker veel aan. Rotvarken, rotvarken. Ja, ik heb een varken gegeven. Wow, lag. No lag. Ik moet even opletten met rennen. Lijkt spike staan, man. Denk ik. Of mijn computer doet fucked up. Oké. Het lijkt vlak. Is dit een mooi stuk of is dit ook kut? Nou, het is aardig vlak. Ja toch? We kunnen het ook vlakken maken. Best, dan gaan we hier bouwen. We hebben alleen niet echt heel veel bomen. Maar nu kunnen we van één boom, kunnen we telkens weer bomen maken. Ja, dat is waar. Ik neem die boom wel, ja. Oké. Okay. Ja, en de jungle is hier ook niet ver vandaan. Daar is wel heel veel hout.
Oké, als ik nou straks even heel snel een pickaxe maak, dan ga ik even snel stone mine, dan maak ik even snel een oven. Hij heeft maar enkel een woord een pickaxe te maken. Ja, maar dan kan ik even snel een oventje maken, want ik heb al best aardig wat kip. Snel, hakken, hakken, hakken. Kip Minecraft, doe normaal. Doe normaal zeg ik. Godverdomme, dit is echt niet leuk. Ik heb twee saplings. En ik heb een apple. Snel, hier. Ik heb 20 wooden planks. Ik denk dat die straks weer out of memory gaat zeggen of zo. Dat hoop ik niet. Dan zijn deze opnames best wel leuk, een klein beetje. Oké, ik heb wooden planks. Ik maak, maak jij een crafting table of heb je een... Ik maak er wel. Ja, maak maar. Wow, dit is echt niet normaal hoor, Wes. Echt niet normaal. Hoe erg wat? Ja, 16 fps. Nou 50. Nou 90. Ik 58, 84. Oké, 8 sticks. Wow, ik heb echt allemaal rare dingen die ik kon maken. Zo. Wow. Nee, 5 fps. Tering, hé. Oh, Wes, ik weet niet hoe lang dit gaat volhouden, maar... Geef maar alvast de pickaxe aan mij, want dan kan ik ervan zakken. Ja, mijn voet is een beetje heel erg leeg. Nooit met de pickaxe in je handen doen. Kom maar, wood. Hé, hey, gelijk kool, nice. Niet hakken met wood, please. Nee. Het is vervelend, echt waar. Oh. Mensen, ik ben zo terug. Ik ga even dat fucking Minecraft fixen en dan zien jullie me zo wel weer. Want het is echt niet te doen, ook voor jullie en ook niet voor mij. Dus tot zo. Laddie. Oké, daar ben ik weer. Ik heb mijn Minecraft Tacket even helemaal opnieuw opgestart. En ja, ik hoop dat dit nu veel beter is. Ik heb nou geen lag meer. Ik heb full FPS, helemaal top, helemaal super. Dit is stukken beter. Hoop ik. Ja, ik was bezig met koolhakken. En je wist nog meer marble. Oh, sorry. Oh, het schot me dood gek. Oké, ik heb een oven. Ik ga hem gelijk maken, ja. Ik heb echt even kijken of nodig. Ik marble kan hakken. Een huisje nodig, Wes. Nice, joh. Echt snel. Pak hem nog 2 voet. Wooden plank, nee. Oven. Oh, je moet je alles nog met de hand gewoon losplaatsen. Ja. Je kan het nog niet één keer. Voelt kool. Kool. Ik heb geen hand meer. Staat een boom. Wat een kutbegin is dit eigenlijk al. De titel heet een kutbegin. Nee. Ja, oh. Een nieuw kutbegin. Dat kan. Ja. Oké, ik hak dit kool even weg, ja. Oké. Okay. Oh, het is echt veel. Nice. Ik hoop niet dat ik dood ga. Niet dood ga. Hak. Ik heb nog maar 2 food. En ik heb nu... voor kool. Ik heb nu 16 kool. Oké, Wes, wat wordt ons eerste doel wat we gaan bouwen? Een huis. Oké. Eigenlijk, ja, dat ga ik denk ik ook even maken. Ik ga straks denk ik een statusbord maken. Met daarop alle doelen. Of doelenbord. Wat hun inzenden, de kijkers. Ja, wat de kijkers zeggen. Wat wij dan moeten maken. Tot nu toe kan dat nog even niet. Want we gaan nu gewoon standaard even een huisje bouwen. Standaard even survivalen. Om de spullen te krijgen die we nodig hebben. Maar daarna kunnen jullie gewoon dingen zeggen van, ja, jullie bouwen molen. Oké, gaan we molen bouwen. Bijvoorbeeld, hè. Even kijken, heb ik dirt? Ja, ik heb dirt. We hebben 5 saplings. Chill. Ja, de monsters staan wel aan. Anders is spawn hier niet. Boe.
Ziet die zombie mij? Nee, nee, nee. Hoor, er komt. Wat? Ik ga zombie verslaan. Ik met heb een stick. Kool. Was de oven? Hé, hey, we hebben een huisje. Nice. Nou ja, een huisje. een bunker. Oeh, ik had zombies, ik had zombies. Nice. De kip is aan het bakken. Koken. Bijna dood, één hartje over. Kom in het huisje dan. Oh joh, hier is het huisje ook gewoon nog open. Ik heb deze kant open. Ik kan hem wel dichtmaken. Kom maar, Wes. Ja, wacht. Doei. Dicht, Jordi, Jordi, Jordi. Nee, sla ze eruit. Snel, nee. Haha, noep, 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 noep. Wow, we hebben wel lekker veel eten van ze gekregen, Wes. Ik heb een schaap. Van jou. Ja, maar ik ben een schaap aan het killen. Dat doe ik ook gelijk in de oven. Nou, hier kan ik ook een ding, een chest mee maken. Ik heb één wol. Nice, kunnen we een bed mee maken straks. Ik heb een chest. Twee wol. Oké. Dit erin. Tot de fles erin. Pickaxe erin. Nee, pickaxe. Dit. Zo. Ik neem heel veel mobs mee. Stoeken beta. Zo, scheid, heet okay, man. Skeletons. Ik ben echt lekker aan het koken. We hebben aardig wat eten. We hebben 4 kip en 2 cooked pork chop. Ik ben nu bij de olie. Dan ben je bijna. Nu ben ik bij die vulkaan ding. Ik weet niet wat het is. Waypoint zetten. Waar had ik dat op gezet? Zet volgens mij. Ja. Add. En dan waypoint name. Huis. En dan. Ja, dat is allemaal wel goed. Oké. Okay. Huisje. Nice. Het eten is allemaal klaar, Wes. Het eten is klaar. Oké. Okay. Marble Iron! Oké. Okay. Hier ga ik zo meteen terug. Zet een waypoint. Nou, ik weet waar het is. Heel dicht bij de vulkaan. Oh, chill. Next. Ik ga gewoon weer verder minen hoor. Ik ga even wachten. Spin! Ah, leuk voor die spin. Hij zit op het dak. Ja, dan kan hij hier naar binnen komen. Wat hier nog 4 breed is. Je slaat hem naar mij toe. Het is geen korfbal hier zo. Oh. Hoe heet dat? Volleybal. Maar wel 2 strings. Kunnen we pijlenbogen maken straks. No. Hier en een oog. Heb je nou weer zijn oog eruit gehaald? Ja, geen ongeluk. Jongen, jongen, jongen. Jonge. Ik wou hem nog teruggeven aan hem, maar toen was hij al dood. Oh. Kunnen we dat marble al meenemen? Nee, zeker. Oh. Ik heb hem nog fout staan. Ik had de fout staan. Ik had de fout staan. Cheaten. Op die instellingen, ik moet het weg hebben. Wat heb je krijg... gecheaten? Quarries. Een stack. Quarries. Ja, ik wil even kijken wat ik ervan... Nou, ik wil het niet. Wes, ik moet even een paar toortjes hebben voor het mijnen. Dit moet weg. Hoe kan ik dit weg doen? Naar de vulkaan lopen. Dat is weer een end lopen. Dieft het dan maar in het water of zo, weet ik. Wij zweren dat we dit niet gaan oppakken. Dat zweer ik. Nou, moeten we nou weer met een stack queries? kunnen we wel een hoop queries van. Nou, ik was even aan het kijken. Options. Recipe mode. Ja, dat is veel beter. Cheaten. Ik denk toch ook niet aan man. Wat hebben we nodig voor mining turtles? Mining. Wireless mining turtle? Of is mining? Mining. Nee, gewoon een normale mining. Anders moeten we een mode maken voor de wireless.
dan gewoon de normale. Is dat duur? Een diamond pickaxe. En een turtle. Een turtle heb je iron nodig. Een chest en een computer. En een computer is ook aardig goedkoop. Dus het is wel handig om te maken, zo'n turtle. Ja. Oké, chill. En we hebben ook glass panes nodig. Ah, maar dat is helemaal niet duur. De woestijn zit hiernaast, dus dat is niet zo'n probleem. Mooi. Zo. Hoe heet dat ding ook alweer? Energy condenser. En ja, die kunnen we nog lang niet maken, denk ik. Het diamonds van de cave gevallen, tering, hé. Wel iron. Al is dit iron, want het is deckend, hè. Alles kan ineens wat anders zijn. Ja, en tin. Maar ik weet niet of ik tin al kan hakken. Je moet kijken, al duurt het heel lang, dan kan je het niet hakken. Iron. Ja, tin kan. Nice. Het wordt alweer bijna dag. Woehoe. Een vraag, hebben we een botten? Botten? Nee. Nee, ik heb geen skeletons gedood. Dus ik denk niet dat we botten hebben. Ik heb wel skeletons gezien. Wes, kan jij hout verzamelen? Ik heb hier ijzer, maar we hebben echt hout nodig. Ik ga een boom in de verte hakken. Dat is goed, dan ben ik wel lekker aan mijn. Lekker aan mine. Hier is ook nog wat. Hier nog wat. Hier nog wat. Hier nog wat. Sugarcane! Ik kom straks echt heel rijk terug, Wes. Ik heb allemaal iron, tin. Ik heb hier een cave gevonden. Met tin. Oh ja, daar kunnen we pijpen van maken. Buizen. Wat heb je gevonden? Iron, coal, een cave. Nice, en een creeper. Die moet je niet hakken. Oh. Ik dacht dat die wel hakbaar was. Nee. Koeien! Koeien zien er echt raar uit met Sparks Texture Pack. Ja, klopt. Zo. Ik moet alleen niet vergeten hoe ik terugkom. Maar je hebt toch waypoints? Gravel. Tering, zeg maar dat. Of skeleton. Ja, ik heb hem dood, alleen ik heb enkel mijn XP gekregen. Sand. Ah, water. Haat water. Ik niet. Ik ook water. Ja. Wes, ik kom hier nooit meer weg. Ik zit vast. Nee, ik maak straks wel gewoon even een trap of zo naar buiten. Oh, wat is dit? Nee, dat kan ik nog niet hakken. Maar het is groen spul. Volgens mij is dat uranium. Zou kunnen. Ik eens kijken. Ik zou eens even opzoeken. Uranium. Uranium. Ja, dat is uranium. Hoe ziet het eruit? Dat ziet er. Nee, dit zijn ronde stippels. En uranium zijn groene ronde strepen. Groene strepen. Dit zijn. Groene stippels. Misschien is het dan, wacht, nog een schaap killen. Nou, ik weet niet wat het dan is. Nee, ik ook niet. We kunnen één bed maken. Dat is chill, dat is chill. Ik heb aardig wat kool nou bij me. Ik heb aardig wat iron heb ik bij me. Ik heb wat stone heb ik bij me. Ik heb ook hout. Ik heb alleen niet genoeg hout voor een crafting table, dus ik kan nu niet heel veel. Dus ik kom nu weer naar boven. Ik ben nu weer onderweg naar boven toe, hè. Het eerste wat we echt moeten hebben, dat is gewoon een condenser. Ja, eigenlijk wel. Dan heb je gewoon alles. Dan hoeven we niet meer zo moeilijk te doen, dat is waar. Nee. Ik ga een bed maken. Wat hebben we ervoor nodig? Voor een condenser? Kom. Volgens mij wel onwijs. Diamond, obsidian. Totaal 5 diamonds. En een beetje iron. En dan moeten we nog. Die hebben we kool nodig. Ik ben er!
Lol, West. Moet je kijken waar ik ben begonnen en waar ik ben geëindigd. Ja, wacht. Nou, dat laat ik je wel een andere keer zien. Of je kijkt de video. Maar joh, misschien is de video een beetje kort. Ik bedoel lang. Ja, even kijken. Wat heb je hierin? Oh, lekker eten. Dat is voor mij. Nou, ik heb het in de chest gedaan. Ik, ja, ik ga er een eind aan breien. Ik doe de spullen in de chest. Zo. In de volgende aflevering kunnen we zien hoe Wesley in bed plaatst. Mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Vergeet niet om gewoon fucking veel likes achter te laten. Omdat tech het back is. Yeah! En omdat we gewoon echt een kut begin hadden. En toch weer goed zijn geëindigd met heel veel oors en heel veel dingen. Doe even het iron in de oven. 8 iron, daar kunnen we pickaxe van maken. En koper. Ik heb de chest gezocht. Ja, bedankt voor het kijken. Vergeet niet een reactie achter te laten, want ik reageer echt op bijna alle reacties. En ik geef ze altijd wel zo'n groen duimpje en zo. Dus dat is altijd wel leuk. En dat vind ik zelf ook leuk. Hoe kon ik jou nou weer slaan terwijl ik zo naar voren sloeg? Omdat ik het door je heen ging. Oké. Dus, ja. Later.